Hi, ik loop hier nog steeds bij Frodo Dekker en we gaan nu eens kijken bij zijn houtvoorraad. Want, oh, wat heeft hij mooi hout liggen. Kijk even verder. Ja, hey dames en heren, dit is mijn tunnelkas en dat is een fantastische plek om mijn hout te bewaren, want het tocht hier lekker, dus het droogt ook goed. Ik heb verschillende houtsoorten. Nou, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind en wat ik jullie graag wil laten kennismaken is het volgende. Kom maar even mee. Dat is deze partij hout die hier ligt. Ja, ik had hier 3-4 stapels van en je kan er van alles van bouwen. En kijk, als je ziet, het is gewoon... Je denkt van, wauw, dit zijn nieuwe planken. Maar dat zijn het niet. Het zijn ooit... Dit is gebruikt hout. Want dat kan je namelijk zien aan de kopse kant, aan de zijkant van het hout. Kun je dat zien, dit is gewoon nog oude sporen. Dit zijn namelijk balken geweest. En die balken heeft die sloperij netjes gesloopt. Netjes de spijkers eruit gehaald. En daarna hebben ze verzaagd tot diktes van 1,5 centimeter. En dan, nou, ik geloof 22 breed. Ja, mijn hand is 20. Ja, precies. Mijn duim is 2,5. Nou, dan zitten we op 22 dus. Ja, met dit hout, ja, je kan er van alles mee bouwen. Je kan er hokken mee bouwen, kippenhokken, schuren. Ja, je kent het. Kijk maar op mijn Instagram en Facebook. Dan weet je genoeg. Maar ik vind het zo fantastisch. Dit hout heeft al jaren gediend als balk in een werkplaats of in een schuur. Of een loods. En nu krijgt het weer zo'n fantastisch mooi tweede leven. Daar word ik helemaal blij van natuurlijk.